Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op het YouTube-kanaal van Darts Actueel, waar we eigenlijk weer de interviews doen met de nieuwe tourkaarthouders. En vandaag heb ik niemand minder dan Jimmy Hendricks bij me. Jimmy, gefeliciteerd met je tourkaart. Dankjewel, dankjewel. Goedenavond. Ja, hoe is het om na een paar jaar afwezigheid je tourkaart weer terug te winnen? Ja, het voelt wel als een opluchting, als een relief, zeg maar. Want dat is wel iets waar je in principe al die tijd voor bezig bent en waar je naartoe hebt gewerkt. Ja, en dat telt er eigenlijk maar één ding en dat is dat je die tourkaart binnensleept, ja, of linksom of rechtsom is, als je hem maar hebt, zeg maar. Ja, maar jij bent een speler die we eigenlijk bijna niet bij de WDF zien. In het begin van je carrière wel, de laatste paar jaar niet. Je hebt natuurlijk de twee online toernooien bij ons gespeeld. Maar verder heb je alleen met PDC gespeeld. Dus jij bent eigenlijk een speler die echt wel thuis is bij de PDC, neem ik aan. Ik vind zelf wel dat ik goed genoeg ben om op de Pro Tour thuis te horen, zeker voor een langere periode. En ik heb bewust geen WDF gegooid, omdat ik heb dat ook al jarenlang meegemaakt. En dat is niet meer mijn ding. En ik wil gewoon bij de beste 128 spelers van de wereld zitten en laten zien wat ik kan. En ik vind ook dat ik, dat, ik dat in huis heb als ik doe wat ik kan. Ja, ondanks dat je een relatief goed Challenge Tour jaar had vorig jaar, moest je toch nog beginnen in de First Stage. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat was een beetje lastig en rottig. De paar dagen van tevoren werd het deelnemersveld voor de Final Stage uitgebreid. En dan zat ik er wel in en niet in. En ik werd gebeld en gemaild. En hij ging er gewoon van tevoren vanuit. Ja, ik moet gewoon 7 dagen spelen. En ik ben gewoon 9 dagen van huis. En mocht het meezitten, dan mag ik een paar dagen overslaan. Maar achteraf ben ik wel blij dat ik die eerste paar dagen gewoon heb kunnen warm draaien en trainen voor die laatste 4 dagen. Dat heeft wel gescheeld. Ja, want dag 1 speel je eigenlijk meteen zeker. Toen heb je die andere 2 dagen als training gezien. In principe de hele first stage. Ik vind gewoon dat ik die final stage moet halen. Maakt niet uit, ongeacht wat voor loting je krijgt. Ja, dat je op dag 1 3 potjes wint, dat is natuurlijk lekker. En dan ga je natuurlijk ook met het gevoel dat je wel nog even wil laten zien dat je goed bent voordat die finale stages beginnen. Ja, toen heb ik dat ook wel van tevoren gedaan, denk ik. Ja, zeker. En dan kom je in die final stage en dan ga je de eerste dag meteen eerst eronder zitten. En dan? Ja, ik voelde me goed. Ik deed hetzelfde als altijd. Ik loop naar de 4-0 voorsprong toe. Ja, de tegenstander die gooide wel goed daarna. Ja, hij geeft 4-0 voorsprong uit de handen, dus de bouw natuurlijk als een stekker. Maar ja, ik had in het achterhoofd dat de eerste keer dat ik mijn tourcard haalde ook gewoon de eerste 2 dagen eigenlijk niet zo goed had gedaan. Dus ik wist gewoon dat de eerste dag, dat is voor wat het is. En je moet gewoon 2 dagen goed zijn. Ja, want de tweede dag hou je meteen kwartfinale. Kan toen het geloof een beetje terug? Ik weet niet meer uit mijn hoofd tegen wie ik allemaal heb gespeeld. Ik stond volgens mij 2 keer 5-4 achter en ik gooide volgens mij tegen Arjan Konteman 2 keer een 13-darter op 5-4 achter. En tegen een andere speler op 5-4 achter ook 2 goede legs. Ja, toen wist ik wel van als je maar in de positie komt dat je hem zelf kan afmaken, dan komt het goed. Maar je moet jezelf wel in die positie spelen over 4 dagen. Dat is al lastig genoeg. Ja, dag 3 win je van Klaas en verlies je van Peters die uiteindelijk de dag wint. En dan moet je dag 4 moet je winnen. Nou, de lijstje weet niet uit mogen, ik zal het eens opnoemen. Je wint achtereenvolgens van Plezier, Rodriguez en Mol. Mol ook tourcard houden, net als Rodriguez. En dan ga je eraf tegen Tony Martinez. Maar toen was je eigenlijk al zeker. Ja, toen was ik al zeker. Na die wedstrijd van Mol wist ik dat ik het 100% had gehaald. Ja, en dan valt alles wat je ervoor hebt gedaan, valt van je af. Ja, dat werkt of je wint toch die hele dag. Of het valt niet meer en je bent... Alle emoties komen natuurlijk ook los. Je hebt zoveel ervoor getraind en zo hard er naartoe gewerkt. En ik wilde hem zo graag. En die loting die dag, ik zag die loting. Ik dacht, ik heb altijd zware lotingen. Dus het moet maar zo zijn. En wil je die tourkaart, dan moeten ze er allemaal af. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Maar goed, je hebt nu je kaart. Die heb je al een keer eerder gehad. Toen heb je bij Target gezeten. Toen, ik wil niet zeggen, het succes kwam je aanwaaien. Maar je hebt het eerste jaar meteen Player Championship Finals gehaald. Helaas niet het WK. Heb je daar je les uitgetrokken? Want onderhand zit je niet meer bij Target. Natuurlijk is als je pro teruggespeeld is er natuurlijk een pak met ervaring wat je meekrijgt. En je weet natuurlijk hoe het werkt. Ik ben niet bang om van grote spelers te winnen en ook niet achter elkaar. Dat je van grotere namen achter elkaar wint.
Dus ja, dat is in ieder geval iets wat ik mee kan nemen. Wat, ja, dat ik dat niet schuw om het af te maken tegen een top. Hè. Het was, ja, wat ik wel nog weet van die 2 jaar, dat ik 2 jaar lang net niet het WK heb gehaald. En dat ik gewoon ja, alles eruit moet halen en nog even een tandje beter moet zijn dan ik toen was. Ja, wat je zegt is goed, want dat jaar begon je niet super, want je miste de UK Open. Daarna kwam je los, haalde je Player Championship Finals, net niet het WK. En het jaar erop weer niet. En dat is eigenlijk net de reden waarom je toen verloren hebt. Had je 2 keer WK gehaald wel, had je er wel gestaan. Het was allemaal nipt. Het was allemaal net niet, ja. Volgens mij begon ik op de Pro Tour de eerste jaar met meteen 11 of 12 cash-outs op de eerste 12 Pro Tours. Dus dat, ja, na 6 verloren UK Opens begon de Pro Tour voor mij supergoed. Ja, ik greep 2 keer net naast het WK. Ja, het tweede jaar van mijn toekart had ik wat privéproblemen. Ik ben uit elkaar gegaan met mijn toenmalige vriendin. Dus ja, dat zijn allemaal dingen wat niet meewerkt op een positieve vlag, zeg maar. Maar dat heb ik allemaal achter me kunnen laten nu. En het gaat allemaal, ja, allemaal goed. Dus dat is. Ja, goed, wat wij natuurlijk hebben gezien met die online toernooi. Je hebt een iets andere focus. En wij hebben natuurlijk toen de tijd die invoerborden gezien. En daar viel het bij jou uitstekend. Maar wat we toen wel heel vaak terug zagen komen. Op het moment dat jij iets wat achter kwam staan. Dan viel het of weg of je begon heel veel dubbels te missen. Wat heb jij, ja, het afgelopen jaar eraan gedaan. Om wat nu wel zo te laten gaan. Dat het wel goed gaat. Ja, online is sowieso niet te vergelijken met een wedstrijd waarin je echt kan vastbijten in een tegenstander en ook, ja, kan laten zien dat je niet zomaar te kloppen bent. Dat is dan ja, wel mijn sterke deel van mijn spel, denk ik. En dat is online wat moeilijker over te brengen. Maar ik train heel veel op finishes. Dat is er ook wel uitgekomen op de Q-school de laatste dagen. Ja, dat is er zeker uitgekomen. Maar goed, je gaat nu weer de Tour op. Wat is behalve het WK halen, dat is natuurlijk voor iedereen een doel. Wat is je doel dit jaar? Wil je 4 Eurotours halen? Wil je kwartfinale op de vloer halen? Wat is echt, waar wil je voor gaan? Ja, en dat je na 2 jaar je toekart wil behouden, dat wil iedereen. Ja, natuurlijk. Wat is je doel om je progressie te doen? Je hebt natuurlijk al een jaar op de Tour gespeeld. Ja, ik wil zo snel mogelijk de top 64 in. Ja. En heb je een plan hoe je dat gaat doen? Wil je dat via Eurotours doen? Wil je dat alleen via de vloer doen? Ja, ik denk gewoon als je goed genoeg speelt, dat je ook voor Eurotours plaatsen en op de vloer goed genoeg doet. Hou de Players Championship Finals, hou het WK. Dat is allemaal één pakket, zeg maar. Ja, goed. Dus, verder kijken, matchplay, World Grand Prix, is heel lastig, maar niet onmogelijk. Nee, dat klopt. Ja, je moet natuurlijk zien hoe het gaat. Als je kan niet 30 toernooien top spelen of 32 winterveldten precies zijn, 24 of... Maar als jij gewoon lekker bezig bent en je wint je wedstrijden hier, wint je wedstrijden daar. Ja, mijn doel is eigenlijk om één Pro Tour te winnen. Maar ja, dat is ja, super moeilijk natuurlijk. Maar ja, je speelt wel om te winnen. Maar dat is doelen wat ook voor later zou kunnen zijn in principe. En kan je zelf in die positie spelen, raak je eraan gewend om kwartfinales en halffinales te halen op de vloer. Ja, dan gaat het balletje rollen natuurlijk. Je bent wel een speler die die mogelijkheden heeft. Dat heb je in het verleden wel bewezen. Ja, ik heb kwartfinales gehaald, Eurotours gespeeld, wedstrijden gewonnen op de Eurotour, dagen van 100 gemiddeld gespeeld. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik goed ben. En dat, ja, als ik zorg dat ik goed ben en mijn wedstrijden speel, dan denk ik ook dat ik genoeg wedstrijden win om mijn doelen in kaart te brengen. Is die 2 jaar van toen, geeft dat jou nu meer rust? Je weet wat er gaat gebeuren? Ja, zeker, zeker. Dus we gaan jou goed zien op de UK Open? Zeker, dat denk ik wel. Kijk, goed. Nieuwe toekarthouder Jimmy Hendricks. Jimmy, bedankt voor het interview. Geen probleem. En we gaan je zien op het UK Open. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal voor meer interviews met nieuwe toekarthouders. En dan zien we jullie weer bij het volgende interview.